Mensen, ewa, ewa tie lepo, ewa, ewa tie lata, ewa, ewa tie mimimu, ewa, ewa jemse, ewa jemse, ewa, ewa jemse, ewa jemse, ewa. Pannenkoek met stroop, ja ja. Pannenkoek met kaas, ja ja. Pannenkoek met poedersuiker, ja ja. Pannenkoeken, ja ja. Pannenkoeken, ja ja. Dit is het liedje Ewa Jemse. Wil je alleen dit liedje oefenen? Spoel hem dan terug en oefen hem een paar keer. Wil je nog een keer de uitleg? Blijf dan kijken. Het liedje Ewa Jemse wordt alleen gespeeld door het C-akkoord. Dus dat is best wel makkelijk. We gebruiken onze derde vinger, dus je ringvinger, want je duim is je steunvinger, dus die telt niet mee bij de meeste snaarinstrumenten en ook de ukulele. En die zet je in het derde vakje. Dus niet op de ijsjes, derde vakje onderste snaar. Hier hebben we het C-akkoord. Strum maar mee. We doen even een eenvoudige downstrum. Nou, de meeste liedjes hebben meerdere akkoorden en dit wordt een beetje saai als we alleen maar door blijven strummen. Daarom demp hem hier. Hoe demp je? Sla niet hard op je snaren, leg zachtjes je hand erop. Als een snaar stopt met trillen, stopt hij ook met muziek maken. Dan volgt een soort vraag en antwoord, want het gaat over bonen met pepers en diegene vraagt welke pepers. Ewa tie lepo, ewa, ewa tie lata, ewa, ewa tie mimimu, ewa. Dus je ziet het, ik sla aan, ewa, en ik demp hem meteen daarna weer op. Dan wordt hij wat ritmischer. Ewa tie lepo, ewa, ewa tie lata, ewa, ewa tie mimimu, ewa, ewa jemse, ewa jemse, ewa, ewa jemse, ewa jemse, ewa. En omdat die laatste toon lang is, laat ik hem even uitklinken.